gaan dus over de staat hebben. En de staat is een hele fundamentele kwestie voor mensen op links, denk ik. Het onderscheidt verschillende soorten revolutionaire. Het onderscheidt ook revolutionaire van niet-revolutionaire. Volgens mij komt dat allemaal neer, die verschillen, op hoe mensen naar de kapitalistische staat kijken. En het is, ik ga het straks ook wel over hebben, het is altijd daarmee een splijtswam geweest in de revolutionaire beweging. Omdat het zo fundamenteel is. Het was al een belangrijk onderwerp voor Marx en Engels. En voor Lenin, die zelf ook een revolutie tegen een staat leidde, was het al helemaal belangrijk. Ik probeerde net staat en revolutie te vinden op onze boekentafel, het boek van Lenin. Ik weet niet of die is uitverkocht, dat zou al heel goed nieuws zijn. Alsnog wil ik hem aanraden, misschien dan kan je het hier kopen, dan wel online bij Leeslinks. Maar in staat en revolutie staat echt ligt echt de basis van hoe revolutionaire denken over de staat, de kapitalistische staat en ook wat daarna moet komen. Maar ik ga niet dat... goed, als je daar interesse in hebt, dan zou ik zeker zeggen van lees dat boek. Dat is echt voor mij ook een heel belangrijk werk geweest om te lezen. Maar ik ga niet een samenvatting geven van dat boek hier. En het gaat eigenlijk ook niet echt over precies hetzelfde als wat Lenin daar behandelt. Want ik denk dat... ik ga het echt meer hebben over hoe de kapitalistische staat heeft gewerkt en nu werkt. En ik denk dat door dat te doen, door een goed historisch en huidig overzicht te geven van hoe die kapitalistische staat werkt, dat je dan vanzelf uitkomt bij dezelfde conclusies als Lenin. Maar die conclusies laat ik dan aan jullie en aan Lenin over. En die conclusie die luidt natuurlijk dat de kapitalistische staat niet hervormd, maar vernietigd moet worden. De staat die wordt door Lenin en door veel revolutionairen als in hun bestaansreden wordt het geformuleerd. Dus dan gaat het echt over de naakte staat, zogenaamd de ambtenarij, de politie, het juridisch systeem, gevangenissen en het leger. En wat belangrijk is voor Marxisten is dat de staat geen natuurlijk gegeven is en dat het niet altijd heeft bestaan, maar dat het een bepaalde reden heeft gehad om zich te ontwikkelen zoals het heeft ontwikkeld. De staat bestaat alleen door wat Lenin de onverzoenlijkheid van klassentegenstellingen noemt. Dus alleen omdat er verschillende lagen in een maatschappij bestaan die andere belangen hebben, ontstaat de staat. En de staat fungeert daarbij als een instrument van de ene klasse om de andere klasse te onderdrukken. En in het kapitalisme, ik ga ervan uit dat jullie het hier met me eens zijn in ieder geval, is dat er het geval dat een kleine minderheid van de mensen de rest van de mensheid uitbuit. En die kleine minderheid, de kapitalisten, de bourgeoisie, hebben productiemiddelen in handen en leunt op de rest van de bevolking om voor hen te werken en voor hen winst te maken. En dat winst maken is ook de hele bestaansreden van het kapitalisme en is ook het enige wat het vooruit drijft. Is de motor van het voortbestaan. Hoe minder mensen betaald krijgen, hoe meer winst, hoe goedkoper de grondstoffen, hoe meer winst, hoe minder arbeidersmacht, hoe meer winst. En bij deze factoren speelt de staat een grote rol. En andersom is de staat ook weer afhankelijk van kapitalisten. Want politieke macht is niks zonder economische macht. Zonder grote bedrijven heb je geen grote economie. Heb je geen grote inkomsten als staat. En zonder een grote economie ook geen groot land. En deze afhankelijkheid van elkaar, de wederzijdse afhankelijkheid tussen staat en kapitaal is echt het onderwerp van deze inleiding. Ik ga er telkens op terugkomen om te laten zien hoe die wederzijdse afhankelijkheid werkt. Want het kapitalisme zit in de staat ingebakken en eigenlijk ook andersom. En
je zou kunnen zeggen, ze zijn samen gegroeid. Friedrich Engels keek naar het ontstaan van de staat, hoe ik het net ook al formuleerde, als product van klassentegenstellingen. En die zag ik trouwens wel liggen bij de boekentafel, maar ik dacht, dan heb ik ook statenrevolutie nodig, dus maar goed. Dat boek van hem heet De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van de staat. Ze deden nog niet heel erg aan pakkende titels in de 19e eeuw. En Engels plaatst het begin van de staat bij het begin van private grondeigendom. Doordat mensen voor hun eigen gewin een stuk grond voor zichzelf namen en het niet deden als gemeenschap, ontstond er een verschil tussen degenen die een stuk grond hadden en daar de vruchten van konden plukken en de mensen die dat niet hadden. En de staat begint eigenlijk heel simpel als het verdedigen van dat stuk grond. En ook de vruchten van dat grond, als je een overschot hebt aan graan of weet ik veel wat je verbouwt, heb je als machtige persoon in die samenleving reden om dat te beschermen. En dat is dus de eerste staatsvorm eigenlijk, het beschermen van die privé-eigendom. Weer die onverzoenlijkheid van klassentegenstellingen. En dat is daar niet zo simpel. De PowerPoint komt straks. Ik weet dat jullie echt met spanning zitten te wachten wat er allemaal komt. Dat is mooi. Dat hoort bij de spanningsopbouw van de inleiding. Dat is dus eenmaal aan het begin. En als we dan een stukje verder kijken, wel een heel stuk verder hoor, als we naar de middeleeuwen en het feudalisme kijken, dan zien we dat dat grondbezit en de bescherming van dat grondbezit eigenlijk in die zin als belangrijkste principe van het economisch systeem is geworden. De economische macht die je ontleent aan grond is in de middeleeuwen echt gelijk aan de staatsmacht die je hebt. De koning die bezit het hele stuk grond en die leent dat weer uit aan verschillende leenmannen. En je status ontleen je aan hoeveel grond je hebt. En hetzelfde principe geldt hier weer. Dat is echt een vogelvlucht, want ben nu alweer bij het kapitalisme aangekomen. Dat is een stuk minder gebonden aan grond. En ik ga het hier specifiek even hebben over Nederland. Nederland was een van de eerste landen waar het kapitalisme zich ontwikkelde, specifiek het handelskapitalisme. En in de Gouden Eeuw, zoals dat wordt genoemd. En die kapitalisme die ontstonden eigenlijk voordat de Nederlandse staat goed en wel kapitalistisch genoemd kon worden. En daarom krijg je iets vreemds als de VOC. De VOC wordt wel eens de eerste multinational genoemd. Maar je zou het, om dat punt van die onlosmakelijkheid van staat en kapitaal nog eens te benadrukken, zou je het ook de eerste kapitalistische staat kunnen noemen. Want waar de Nederlandse staat nog niet echt in staat was om als een kapitalistische staat te fungeren, mocht de VOC dat zelf gaan doen. Voor de mensen die dat niet weten, voor 1602, dus waarin de VOC was opgericht, waren er al verschillende bedrijven die naar het oosten voeren om daar specerijen te jatten. En in 1602 besloot de Staten-Generaal om al die bedrijfjes samen te voegen. En de eerste deel van de investeringen om dat bedrijf op te zetten kwamen dan ook van de staat. En later begon de VOC meer te leunen op investeerders, zoals we dat nu kennen, op private investeerders. Maar was nog steeds afhankelijk van de staat, omdat de Nederlandse staat garandeerde dat de VOC een monopolie had op de specerij waarin ze handelden. En ja, in die zin dus ook zonder de staat geen VOC, want anders zouden er en andere bedrijven bij komen en zou die status van monopolie niet gehandhaafd kunnen worden.
En wat, waarom ik zeg dat je de VOC ook als eerste kapitalistische staat zou kunnen zien, is omdat zij ook bepaalde privileges kregen van de Nederlandse staat. Zij mochten namelijk verdragen sluiten met inheemse vorsten die ze aantroffen in Zuidoost-Azië om, net als nu een normale kapitalistische staat, zeg maar, handelsverdragen sluit, mocht de VOC dat doen namens de Nederlandse staat. En de VOC mocht ook oorlogen voeren, wat natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is van wat wij als staat zien. En dus hier zie je een soort van, in de kern denk ik, hoe staat en kapitaal met elkaar verweven is, dat die functies van handelsverdragen en dat het juridische ding, maar ook het oorlog voeren, het gewelddadige kant van de staat, samenkomt met het kapitalistische kant van winst maken, van handel en van dat allemaal. En dat maakt het voor mij een interessant voorbeeld om te laten zien hoe die twee dingen met elkaar verweven zijn. En later, wanneer het kapitalisme zich verder ontwikkelt en je ook bedrijven krijgt zoals we die nu kennen, die geen oorlog mogen voeren, doet de staat dat voor zich. Eigenlijk samen met het kapitalisme ontwikkelt ook de kapitalistische staat. Oorlog, kolonialisme, slavernij, alles voor de winsten van die bedrijven, maar alles met ondersteuning, juridische, financiële en in de laatste plaats ook gewelddadige steun van de staat. Om nog even bij de VOC te blijven, die gaat in twee eeuwen later, in 1799, failliet. En de Nederlandse staat, die dan zelf ook wat verder is opgegroeid, die neemt de VOC-eigendommen over en maakt daar Nederlands-Indië van. Dus dat gaat allemaal heel feilloos in elkaar over, dat staat en kapitaal, zeker in de eerste eeuwen. En die eeuw die daarna volgt, heb je een enorme bloeiperiode van het kapitalisme met de industriële revolutie, waar Nederland dan weer een beetje in achterliep, omdat ze veel bezig waren met het handelskapitalisme en niet met het industriële kapitaal. En haalt Groot-Brittannië Nederland weer in. En sommige rechtse mensen hebben nog wel eens de illusie dat de staat het kapitalisme in de weg zou zitten, dat we eigenlijk toe moeten naar een echt soort kapitalisme, wat zij kennen uit economische modelletjes, maar wat niet bestaat en niet kan bestaan in de echte wereld. En deze tijd van, waarin voornamelijk Groot-Brittannië een enorme bloeiperiode doormaakt, wordt vaak aangehaald als soort van bewijs van, kijk, als je alles maar opengooit, als je vrije handel hebt, dan is dat fijn voor iedereen. Iedereen profiteert van zo'n bloeiperiode als je de vrije handel maar toestaat. Adam Smith en al die mensen die schreven hun boek in deze tijd en die worden nog altijd aangehaald voor die vrije marktdoctrine. Maar eigenlijk is dat heel een mythisch idee over die tijd in Groot-Brittannië. En eigenlijk voor elk land dat een bepaalde bloeiperiode heeft doorgemaakt, zie je eigenlijk dat de staat daar een enorme hand in heeft. Zoals voor de reden dat de VOC oorlog mocht voeren, was omdat Nederland ook graag wilde concurreren met Portugal. En hier voor de Britten geldt hetzelfde dan tegen Nederland. Ze voerden tarieven in waardoor importgoederen duurder werden dan de goederen die ze in het binnenland produceerden. Staten investeerden gewoon in hun eigen bedrijven. En er zijn talloze wetten opgetuigd om de binnenlandse kapitalisten te verdedigen, maar ook gewoon een handje verder te helpen. Dus die wens voor een vrije markt of iets dergelijks is eigenlijk nergens op gebaseerd, omdat de staat altijd een hele een behoorlijke hand heeft gehad in het laten groeien van die bedrijven.
In deze periode begon de Britse staat ook aan de zogenaamde enclosures op grote schaal. Dat was het afpakken van gemeenschappelijke grond waar kleine boeren hun vee op lieten grazen. En die pakten ze af, onder dreiging van staatsgeweld natuurlijk, om ze te veilen onder ondernemers, zogezegd. In ieder geval werd het in private handen geplaatst. En dit deed ook twee dingen tegelijk. Aan de ene kant zorgde de Britse staat voor dat er gemeenschappelijke grond, wat natuurlijk hetgeen winst maakt, eindelijk lucratief kon worden. Dus het werd in private handen geplaatst die er dan vervolgens winst mee konden gaan maken. In plaats van voor levensonderhoud van die kleine boeren. Maar aan de andere kant zorgde het ook voor dat al die kleine boeren geen plek meer hadden om hun werk te doen. En daarmee een soort van wel moesten meedoen aan het industriële kapitalisme. En dus in de fabrieken moesten gaan werken. Dit alles voor als het ten goede van de kapitalisten, maar wederom onder de dreiging van staatsgeweld. Het geweld dat alleen de staat mag uitvoeren. Dus we zijn nu in de vogelvluchten aan het einde, zeg maar, het begin van de 20e eeuw aangekomen. En misschien vind je wel dat het sindsdien steeds beter geregeld is. En waar ik het nu nog over heb gehad, was geen algemeen kiesrecht, voor een groot deel ook überhaupt geen kiesrecht. We hebben nu een parlement die onze belangen vertegenwoordigt. Maar wat ik ga proberen te laten zien is dat je dat eigenlijk door allerlei parlementen en allerlei staatsvormen hetzelfde probleem hebt, namelijk er is niet te ontkomen aan het economisch systeem en de staatsmacht is onderdeel van het economisch systeem. Het kan natuurlijk heel fijn zijn om een links iemand te verkiezen. Maar het probleem is dat je iemand verkiest die dan plaats moet nemen in dat complex, dat machtscomplex van het kapitalisme. En niet zomaar een linkse koers kan gaan varen. Het is eigenlijk niet mogelijk om echt anticapitalistisch beleid te voeren in een kapitalistisch systeem. Er zijn hier heel veel voorbeelden van, maar wat heel schrijnend was natuurlijk in de situatie in Griekenland, 2015, waar een linkse regering werd verkozen na een golf van stakingen. Maar vervolgens totaal werd afgestraft door het kapitaal. In de vorm, met hulp van de EU, maar ook gewoon door kapitalisten zelf. De Europese Centrale Bank liet Griekse banken vallen. De schuldeisers wilden Santorpeder hun geld terug. En andere concurrerende staten eisten privatiseringen. En dat is eigenlijk heel snel gegaan. Van heel veel hoop van die staking tot aan die verkiezing. Tot aan het complete instorten van die Syriza-overheid. Meen je dat? Oké. Maar je hebt nog tijd. Ja. Een half uur is die er? Ja, dat is oké. Okay. Ja, dat gaat. Anders moet je het maar doen. Het gaat hier echt om de. Je zou kunnen zeggen: je hebt de politieke kant van de democratie, van het verkiezen van die mensen, en je hebt de economische kant. Maar waar ik steeds op terug wil komen, is dat die twee echt samen vervlochten zijn, dat die economische kant, het kapitalisme, wat ook een politiek systeem heeft, totaal ingebed zit in de staat. En overigens veel van die, wat je dan de politieke kant van de staat zou kunnen noemen, dus niet de economische kant, van het systeem zou kunnen noemen, is ook weer niet verkozen, zoals de politie en het leger, etc. Zoals ik net al zei, is hoe je de staat ziet, van groot belang voor je handelen als activist of voor je de ideeën die daaruit voortvloeien. Hang je namelijk de sociaal-democratische kant aan,
dan is de staat niet een onderdeel van het kapitalisme, maar iets wat er buiten staat. En is de staat dus een soort een speelbal, een neutraal instituut die kan aangewend worden voor ofwel kapitalistische ofwel socialistische politiek. En ja, dit was ook de kwestie die leidde tot een grote breuk in de internationale socialistische beweging zo'n 100 jaar geleden, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Want in Duitsland kwam het idee op dat socialisten niet meer hoeven te streven naar de omverwerping van staten. Het idee begon juist te heersen dat de staat gebruikt moest worden voor socialistische doeleinden. En Karl Kautsky, die deze lijn voorstond, die schrijft in 1910: het doel van onze politieke strijd blijft wat het tot nu toe altijd geweest is. De verovering van de staatsmacht door de verovering van een meerderheid in het parlement en de verheffing van het parlement tot een leidinggevende positie binnen de staat. Zeker niet de vernietiging van de staatsmacht. En dit betekent ook heel duidelijk eigenlijk meteen in die tijd dat als jij je begint te identificeren met de staatsmacht, of in ieder geval streven naar die staatsmacht, je ook steeds meer gaat redeneren vanuit de belangen van die staat, van wat is er nodig om dat ik kan gaan regeren. Dat punt leidde tot een grote breuk, want heel veel van de partijen die deze lijn aanhielden, die stemden ook in met de wereldoorlog, omdat zij de staat zagen als iets wat beschermd moest worden, moest concurreren met andere staten. Zoals ik zeg, van een iets andere positie over de staat eigenlijk een totaal andere politiek gaan leiden dan de revolutionairen die tegenover hen stonden. En je hoeft niet helemaal terug naar 1910, denk ik, voor deze politiek. Sterker nog, ik denk dat het echt best wel een heropleving heeft nu. Het begon een beetje, denk ik, met de meer radicale takken van de Bernie Sanders campagne en ook in Groot-Brittannië met Corbyn. Dat het echt ging om die mensen, maar die Sanders of Corbyn, die mensen maar in de president of premier laten worden. En dan zou dat de beweging sterken en zouden we op die manier langzaamaan macht kunnen veroveren en verandering kunnen doorvoeren. Dit is ook een beetje wat er rondom het Amerikaanse tijdschrift Jacobin, wat nu ook in Nederland verschijnt, speelt. En zij schrijven daar, Vivek Schiller, die veel schrijft voor Jacobin, die zegt het zo: in ons strategisch perspectief moeten we het belang van een revolutionaire breuk relativeren en kiezen voor een meer geleidelijke aanpak. Dit houdt een combinatie in van een electorale en een mobiliserende politiek. Ik blijf het zeggen. Als je een iets andere opvatting hebt van de staat, dan kom je er echt uit bij een andere soort politiek. En ik wil wat verder inzoomen op die wederzijdse afhankelijkheid waar ik het nu al vaak over heb gehad, tussen staat en kapitaal. Het laat namelijk zien dat die twee kanten onderdeel zijn van hetzelfde machtscomplex en dus voor revolutionaire onderdeel zijn van dezelfde vijand. Betekent niet dat ze het altijd met elkaar eens zijn, dat bedrijven en de overheid altijd op dezelfde lijn zitten. Marx noemde kapitalisten onderling al eens ruziende boers, in de zin dat ze elkaar de pas afsnijden, met elkaar concurreren, echt hard tegen hard kan gaan, maar dat ze wel samen optrekken als hun macht wordt bedreigd in enige zin. En het risico om een metafoor al te ver door te voeren, zou je kunnen zeggen dat de staat dan de ouder is die de kinderen soms wel achter het behang kan plakken, maar wel wil dat ze veilig zijn en dat ze tevreden zijn. En dat wat de staat dagelijks doet, en alle mogelijkheden die een staat heeft, daar hebben ze geld voor nodig.
En geld hangt af van dit systeem van uitbuiting. En daar komt dus ook dan dat geld vandaan. En andersom, hoe een bedrijf opereert, is beïnvloed door hoe de staat werkt. Een Amerikaans bedrijf is organisatorisch een heel ander bedrijf dan een Nederlands bedrijf. We hebben het wel over multinationals, we hebben het ook wel over bedrijven die niet gebonden zijn aan landsgrenzen, maar je ziet het aan de bedrijven zelf, hoe ze georganiseerd zijn, waar en tot welke staat ze zich moeten verhouden. Dat gaat om belastingen, juridische relatie tussen aandeelhouders en managers, tot kleinere, maar ook heel belangrijke dingen zoals hoe makkelijk je mensen kan aannemen en weer kan ontslaan. Dus het bedrijf heeft de staat nodig en de staat heeft het bedrijf nodig. We zijn nu bij de moderne staat aangekomen eigenlijk. En voor de moderne staat hebben we welke moderne middelen. De PowerPoint, als je het gaat doen. Hey. Dat gaan we niet lukken. 10 heb ik nodig, kan dat? Ik ga gewoon eigenlijk alleen maar de PowerPoint gebruiken om wat nieuwsartikelen of nieuwskoppen te laten zien. Deze zijn niet, in enkel geval zijn ze iets van een half jaar oud, maar eigenlijk de meeste komen allemaal uit de 2024. Ik heb ook niet heel lang naar hoeven zoeken, dit is echt iets wat je heel vaak zal tegenkomen. Het is alleen, wordt het niet op deze manier opgeschreven zoals ik het nu vertel. Op nu.nl of op NOS. Dus Rutte zegt hier, de interne markt van de EU moet beter om concurrentie met de VS aan te kunnen. Je ziet hier meteen een aantal dingen tegelijk. Je ziet ten eerste dat staten onderling ook concurreren met elkaar. Of in ieder geval een statenunie zoals de EU ook concurreren met andere staten alsof ze zelf bedrijven zijn. Maar je ziet hier ook de afhankelijkheid van een staat en staatsmacht van die economie. En de economie is een heel abstract begrip, maar het gaat natuurlijk om kapitalisten. Het gaat gewoon om mensen die met hun bedrijf sterker moeten staan, waar de EU dus hulp aan verleent. En Rutte zegt er ook bij dat Nederland daarvoor bereid is soevereiniteit in te leveren. Hier zie je hetzelfde, maar dan wat explicieter. Er is heel veel zorgen over dat de Europese economie achterloopt op de Verenigde Staten. En dus stelt deze econoom voor om dan maar in regelgeving te snoeien. Zoals we allemaal weten, in de VS kan je van alles stoppen in je eten, dat vinden ze allemaal prima. Daar in de EU heeft nog iets meer strenge regels wat dat betreft. Maar ja, wat hiermee bedoeld is met snoeien regelgeving, gaat natuurlijk over milieu- en klimaatwetgeving, over arbeidswetgeving, over belastingen. Dat moet allemaal ruim baan maken om, die economie maar te versterken. En ja, waar mensen ook vaak aan denken als het gaat over de relatie tussen staat en kapitaal is natuurlijk een lobbyen. Dat Shell en Tata aan tafel zitten bij klimaatonderhandelingen. Dat zij regelen dat ze allerlei geld krijgen om te vergroenen, maar dat eigenlijk gewoon een soort subsidie is voor de industrie. Heel mooi. Maar ik denk dat het belangrijk is om aan te stippen dat lobbyen en lobbyisme niet een machtsuitoefening is, maar meer een manier van communicatie tussen kapitaal en staat. Want de macht die bedrijven hebben, die zitten niet in hoe goed een lobbyist is of hoe duur de diners zijn die de lobbyist koopt voor de politicus, maar zit in wat daarachter zit. Namelijk dat bedrijven de economie uitmaken van een staat en dat bedrijven ook de macht hebben om te vertrekken. Dat noem je kapitaalvlucht. Dat was laatst best uitgebreid in het nieuws. Een heleboel bedrijven die dreigen met vertrek uit Nederland. Een groot bedrijf betekent voor een staat inkomsten, betekent banen, betekent invloed. Bedrijven weten dit en
dreigen dus best vaak met het vertrek om hun zin te krijgen. En de staat moet zich continu aanpassen aan de eisen van het kapitaal vanwege die afhankelijkheid. En dat was al gebeurd met Shell en Unilever. En in het nieuws valt mij op, wordt altijd zo gepresenteerd van oké, Shell en Unilever gaan weg, dan moeten wij wel iets fout doen of we moeten aan de slag om dit soort dingen te voorkomen. En nou ja, helaas zien er meer mensen dit, namelijk de staat zelf ook. Dit ging over ASML, dat is een chipfabrikant. De Nederlandse staat wil dit bedrijf graag binnenhouden. Niet alleen vanwege de financiële voordelen, maar ook de politieke voordelen. Er is een chiptekort, Chinese bedrijven lopen erin voorop, dus Nederland wil graag blijven concurreren. En de topman van ASML die heeft gedreigd met vertrek. En meteen gaan alle alarmbellen rinkelen en gaat het kabinet aan de slag om, om dat te voorkomen. En niet zonder gevolg. Want in die 3 maanden waarin het Nederlandse kabinet probeerde ASML binnen te houden, heeft dat enorme beperking aan kosten en ja, wat is het? 1,7 miljard opgeleverd voor ASML. En ja, ik vind dat je hiermee eigenlijk meteen wel ziet hoe dun het laagje invloed is, dun het laagje democratie is, wat voor invloed je hebt. Omdat om dit soort beslissingen kunnen overheden heel moeilijk heen. Dit is natuurlijk wel erg bizar, maar we hebben ook met Rutte te maken. Er zijn verschillen in met hoeveel plezier een kabinet dit soort beleid doorvoert, of hoe genietig ze het doen. Maar elke overheid is op deze manier afhankelijk van kapitaal en moet ook iets met de dreiging van kapitaalvlucht. Wat natuurlijk ook voor veel mensen meteen te binnen schiet als je het hebt over de relatie tussen staat en kapitaal, is wat we de draaideur noemen. Wouter Bos bij ING of KPMG daarna volgens mij. In ieder geval 4 op de 10 oud-politici gaan aan de slag als lobbyist. Hè? Een beetje de schakel tussen het bedrijfsleven en de politiek. Maar heel veel gaan gewoon aan de slag in het bedrijfsleven. En andersom, zeker nu met dat vreselijke idee van een zakenkabinet, wordt het eigenlijk nog veel explicieter. Maar net als met het lobbyisme wil ik hier benadrukken dat dit niet een oorzaak is van de relatie tussen staat en kapitaal, zoals ik die heb uitgelegd, maar juist een gevolg. En mensen met een andere soort politiek misschien, die ook vinden dat de staat gebruikt zou kunnen worden voor linkse doeleinden, zouden misschien wijzen op het feit dat we hier iets tegen moeten doen. We moeten hier wetgeving voor maken, of we moeten zorgen dat mensen met nauwe banden met het bedrijfsleven uit de politiek worden gehouden of vice versa. Want als we dit zo door laten gaan, dan blijven wordt er rechtsbeleid gemaakt. Maar ik zie het juist andersom. Het is de aanpassingen van de staat aan het kapitaal en de kapitaal die zich aanpast en samenwerkt met de staat, zorgt ervoor dat het één en dezelfde wereld is. Het gaat niet alleen om die diners, om die informele structuren, toevallige vriendschappen van mensen die elkaar ergens op een feestje zijn tegengekomen. Maar het is een relatie tussen mensen die zich voor hetzelfde doel inzetten, namelijk het uitbuiten van de rest van de mensheid. De ene doet dat door datzelfde te doen en de andere die faciliteert deze uitbuiting met geweld als dat moet. Oké, we zoomen ietsje uit. Net zei ik al hoe... ik sla deze over voor de tijd, sorry. Ook een best wel recente ontwikkeling, we hadden hier vorig jaar op het Marxistenfestival ook een inleiding over, is de mogelijkheid van bedrijven om
staten aan te klagen. Eigenlijk in elke handelsakkoorden, in elk handelsakkoord wat nu wordt gesloten, zit zo'n clausule waarin dat wordt opgenomen dat, dat bedrijven dat kunnen doen. In 2014 was er het verhaal dat de linkse regering in El Salvador mijnbouw wilde verbieden, gewoon compleet verbieden in het hele land. Maar het mijnbouwbedrijf, het grootste mijnbouwbedrijf van El Salvador, die klaagde de staat aan. En nou, dat bedrijf, wat ook een band had met of eigenlijk uit Amerika kwam, die had meer geld dan de hele economie van El Salvador. En El Salvador heeft dat dus ja, moeten bekopen met enorme rechtszaken, wat alleen maar in de kosten loopt. Hetzelfde is gebeurd ook in Italië, waar een Brits olie- en gasbedrijf het land heeft aangeklaagd vanwege een verbod op boringen bij een kust. Dat bedrijf Rockhopper heeft dat die zaak gewonnen, hè, want ook het juridische systeem kan worden aangewend door bedrijven. En Italië moet in hoger beroep, maar moet daar dus wel honderden miljoenen tegenaan gooien om zo'n zaak te kunnen winnen überhaupt. Dus die enorme macht van bedrijven, die betekent dat je twee opties hebt, of je faciliteert het kapitaal, of je wordt op deze manier gedisciplineerd door het kapitaal. En dus ja, om nog even duidelijk te maken wat hier dus staat, dat systeem waarin bedrijven staten kunnen aanklagen waar niet heel veel mensen over weten, daarom wordt het ook secretief genoemd, dat zorgt ervoor dat heel veel publiek geld wat door belastingen wordt geïnd, wat eigenlijk moet worden gebruikt voor de bevolking, gewoon wegsluist naar private handen. Een andere manier hoe kapitaal de staat kan gebruiken is bijvoorbeeld door instituten zoals de IMF. De IMF die geeft leningen uit aan armere landen, maar doet dat altijd op een voorwaarde van bepaalde economische aanpassingen. En die economische aanpassingen gaan er eigenlijk altijd over dat ze de economie moeten openstellen voor het Westen, dat ze bepaalde publieke diensten moeten privatiseren. En dat zorgt er dus voor dat dat beschermen van de industrie, zoals Groot-Brittannië dat heeft gedaan, zoals Nederland heeft gedaan, in hun bloeiperiodes nooit kunnen komen voor armere landen, omdat zij eigenlijk door de IMF worden gedwongen om niet hun eigen industrie te beschermen, maar zich open te stellen voor het beste. En natuurlijk, om nog verder uit te zoomen, is ook oorlog laat heel goed zien hoe staat en kapitaal met elkaar verbonden zijn. Israël helpt hier eigenlijk de Israëlische fossiele bedrijven, die vervolgens Israël als staat weer kunnen versterken om door te gaan met waar ze mee bezig zijn. Dus op die manier hoop ik dat ik heb kunnen laten zien dat hoe de staat zich ontwikkelt en hoe het kapitalisme zich heeft ontwikkeld onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Van die hybride van staat en bedrijf, van de VOC tot de BV Nederland nu, denk ik dat er niet enorm veel is veranderd, in ieder geval in de essentie van hoe die twee met elkaar zich tot elkaar verhouden. En dit is waarom revolutionairen niet geloven in een hervorming van het systeem van binnenuit. Het is niet een kwestie van goed beleid voeren of links beleid voeren, maar een kwestie van macht. En in het kapitalisme hebben de kapitalisten de macht en is de staat ook onderdeel van deze macht. En om terug te komen bij de conclusie die je nogmaals echt in de Staat en Revolutie moet lezen van Lenin, is het enige antwoord dus om die macht te breken en niet om te hervormen. Dankjewel.